Purtis en de heer Omtzigt. Voorzitter, u moet goed wanhopig zijn als u mij vraagt om iets luchtigs te vertellen in een coronadebat. Dan heb ik toch een ander zelfbeeld van mijzelf. Iets feitelijks. Het was met een knipoog, zeg ik maar. Dat snap ik, voorzitter. Voorzitter, de oude strategie om corona te bestrijden heeft gefaald. Wanneer 60% van de bevolking gevaccineerd zou zijn, zouden wij uit deze crisis zijn, dachten wij 1,5 jaar geleden. Dat was lange tijd het doel van de regering en op 1 november zouden wij een soort bevrijdingsdag gehad hebben. De vaccinatiegraad is gehaald, en hoe? Maar de besmettingen stijgen en de opnames stijgen. Falen echter is pas falen als je niet leert van je falen. Er had een voorbereiding moeten zijn, een plan moeten liggen, daar is ook in de Kamer naar gevraagd, op basis van stijgende besmettingen, op basis van prevalentie. En dan hadden wij 2 weken geleden eerder ingegrepen. En als je eerder ingrijpt, hoef je minder lang en minder hard in te grijpen. Het coronatoegangsbewijs waar deze regering nu naar grijpt, is er eigenlijk voor een lage prevalentie. Dus als niet al te veel mensen besmet zijn. Maar wat blijkt, toch zijn heel veel mensen die gevaccineerd zijn besmet. En pas op dat wij dus denken dat met het coronatoegangsbewijs wij de mensen die gevaccineerd zijn de indruk zouden geven dat ze niet meer besmettelijk zijn. Wij zullen hier als gevaccineerden en ongevaccineerden samen uit moeten komen. En degene die denkt dat hij het bij 1 groep kan leggen, heeft het volkomen mis. Ik had Kamervragen gesteld om ook de wetenschappelijke onderbouwing van het coronatoegangsbewijs te hebben. Zeker bij de iets afnemende effectiviteit over de tijd van de vaccins. En daar wacht ik met smart op. Zeker omdat er een horrorscenario geschetst wordt waar het coronatoegangsbewijs nog allemaal voor ingezet kan worden. Voorzitter, nu moeten een aantal stappen genomen worden. A, en dat zegt het RIVM, dat zegt de regering, maar het gebeurt gewoon niet. Dient er gewoon een zeer actieve overheidscampagne op radio, tv en met al die 800 voorlichters die er zijn te komen over het communiceren over de basismaatregelen. Blijf thuis bij klachten, hou een mate van afstand. Die zijn belangrijk en die zijn veel minder ingrijpend dan de beperking van burgerrechten waar het kabinet naar grijpt. Voorzitter, ik zou een plan willen hebben met ventilatierichtlijnen, CO2-meters, QR-codes die op rood gaan als je getest bent en positief bent. 1,5 meter evenementen die gevraagd zijn door de Kamer met een aangenomen motie en veel beter bron- en contactonderzoek. Voorzitter, ik zou graag nog een paar korte afsluitende vragen willen stellen. Ik zou ten eerste graag de OVV-rapportage willen hebben. Alle andere landen hebben midterm een forse gekeken van hoe gaat het nu. We hebben het OVV 1,5 jaar lang niet gehoord. Wetenschappelijke onderbouwing van het coronatoegangsbewijs. Ik zou heel precies willen weten waarom de 80-20 genoemd is, terwijl het 55-45 is. Dat maakt enorm veel uit. Er zijn meer mensen die gevaccineerd zijn in de ziekenhuizen, maar de kans is nog steeds veel lager. En volgen wij nou de EU-landen? En dan zou ik graag willen weten, want dat zegt de regering, wie stuurt er op dit moment op IC-capaciteit? En wie gebruikt de QR-code op een voetbalveld voor amateurs? En later zal ik terugkomen op Nieuwsuur, want ik zou er graag een uitgebreide reactie op willen hebben. Dank u wel, meneer Omtzigt. Dank u wel.